Oh! Hoi allemaal! Tof dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag hebben we de sport biathlon. En bij biathlon doen we een combinatie van skiën en langlaufen met schieten. Really good entrance for them coming down under the tunnel and the crowd gets a great view of them. They've got a massive screen here which they can keep up to date with overall positions. They'll get an indication. This is the prone position, so the targets are slightly smaller. There you see the time for each shot, 2 seconds. So if the wind picks up at all, sometimes you'll see them pause and wait. That's a clean round. Good shooting by Lapshin of... Hey, voordat we kunnen beginnen, hebben we eerst weer een paar dingen nodig. Dat is natuurlijk een sporttrui of een sportshirt, een sportbroekje, gladde sokken en een kom of een pan. En we hebben er 2 nodig, dus of 2 kommen, 2 pannen of een kom en een pan. En 2 dingen waarmee je kunt gooien. Ik heb dit keer een pittenzak en een balletje. Misschien heb jij iets anders thuis waarmee je kan gooien. Zorg dat je dat allemaal hebt om vandaag mee te kunnen doen met de les. Oké, we starten eerst even met een warming-up om onze spieren goed warm te krijgen. We beginnen eerst met knieën. Doe met me mee, komt ie aan. Ik ben aan het knieën en ik sta op de plaats. En mijn knieën die gaan steeds hoger. En hou dat even vast, want ik wil goed warm worden. En terwijl ik dat doe, doe ik even mijn armen even losschudden. Even naar voren losschudden. En dan doe ik even 10 jump jacks. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan doe ik weer rustig knieën. Met lage knieën. Lage knieën. Oké, komt u aan. Hoge knieën. Hoge knieën. En weer 10 jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, schud alles even los. En kom dan even op de grond zitten. Hey, als het goed is, zijn we allemaal opgewarmd. Na het opwarmen doen we altijd even rekken en strekken. Doe maar met me mee. We doen onze been naar voren. En leggen we onze andere been met de voet aan de binnenkant. En dan probeer je met je hand zo ver mogelijk naar je teen toe te komen. En dat houden we heel eventjes vast. En dan kom je weer rustig omhoog en dan doe je je andere benen naar voren. Dan leg je je been weer aan de binnenkant en probeer je weer met je hand zo ver mogelijk je teen aan te raken. En dat houden we weer eventjes vast. Oké, kom maar weer rustig naar boven. En dan doen we 2 voeten tegen elkaar aan en die trek je naar je toe. En ik ga niet zitten als een zoutzak. Nee, ik kom rechtop zitten en ik laat mijn knieën naar buiten vallen. Houden we even vast. Oké, komen we weer rechtop zitten en doen we nu 2 voeten naar voren. Doen we ons helemaal uitstrekken naar boven. Dan gaan we met 2 handen naar onze voeten toe. En dat houden we even vast. 2, 1. Oké, komen we weer rustig omhoog. Doen we onze benen en doen we alles even losschudden. Hoi, voor deze eerste oefening gaan we onze armen trainen. Wat hebben we daarvoor nodig? 2 flessen water. Wat we gaan doen is, je houdt je armen naar beneden en je tikt elke keer met de fles je schouder aan. Dat doen we 10 keer elke kant. Komt ie aan. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Oké, schud het even los en dan doen we hem nog een keertje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, hou je flessen water vast en doen we 10 jump jacks. Komt ie aan. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, gaan we door naar oefening. Oké, voor de tweede oefening gaan we een uitvalspas maken. En het ziet er als volgt uit. Je gaat staan, je neemt je armen altijd mee en je maakt een stap naar voren. Kom je terug, andere kant. Doen we in totaal 10 keer. Komt ie aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nog 4, 7 en terug, 8, 9 en de laatste, 10. Oké, schud je benen weer even goed los. Oké, voor de volgende oefening gaan we oefenen met mikken. Ik heb twee dingen om mee te gooien. Ik heb de schaal en de pan voor me neergezet. En ik ga proberen in de schaal en in de pan 5 keer te scoren. Oftewel 10 keer. Oké, komt ie. 1, 2, nog 8. 3, 4, 5, 6, nog 4, 7, 8, 9 en 10. Als je denkt, hey, ik wil het wat moeilijker voor mezelf maken, ga je het ook nog een keer 10 keer proberen met je andere hand. Succes! Oké, we hebben net geoefend met het biathlon. Dat betekent dat we dit net echt kunnen gaan proberen. Wat heb je nodig? Gladde sokken, een pan of een kom en twee dingen waarmee je kan het gooien. Wat we doen is 10 scissorsprongen. Heen en weer glijden met je voeten. Heb je dat 10 keer gedaan, ga je proberen te scoren in de pan of in de kom. Komt ie aan. 3, 2, 1, 1, 2. 5, 6, 8, 9, 10. Oké, ga ik proberen te scoren. Is het gelukt? Dan ben je klaar. Heb ik er nou eentje gemist, dus heb ik de pan gemist en zit mijn pittenzakje niet in de pan, dan moet ik een strafrondje. Moet ik het dus weer opnieuw doen, pak ik mijn bal en mijn pittenzakje en ga ik weer 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ga ik het opnieuw proberen. Oh, niet erin. Moet ik nog een strafrondje. Dus ga ik voor ronde nummer 3. Komt ie aan. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Oké. Die zit. En die ook. Dat betekent dat ik ze alle twee heb gescoord. En dat ik klaar ben. En dat ik het in 3 rondes heb gedaan. Hoeveel rondes heb jij nodig om ze allebei te kunnen scoren? Vul het aantal in op je werkblad. Hé, wat ging het supergoed vandaag? Zorg dat je genoeg drinkt. Ik ga weer even verder kijken. En ik zie je later.